We staan hier voor de slaapkamers van Joris, mijn jongste zoon, en Jasper, mijn oudste zoon. Alleen, ja, helaas zijn ze er niet meer. Ze zijn beide overleden ongeveer 2,5 jaar na elkaar. Joris is helaas maar 4,5 jaar geworden. Vlak na zijn geboorte kregen we te horen dat hij een hartafwijking had. Maar de verwachting was dat hij daar gewoon oud mee zou worden. Tot het moment in 2015 dat we naar school toe liepen en hij een ritmestoornis kreeg en plotseling overleed. Ik liep samen met de jongens Jasper en Joris naar school. En Joris zegt tegen me: mama, je moet niet zo hard lopen. En ik kijk achterom en hij valt. En toen zijn we wel naar de huisarts gegaan en hij is gereanimeerd, maar ze konden hem niet meer redden. Joris heeft zelf helaas nooit in deze kamer mogen wonen. Hij is hier wel binnen geweest toen het huis in aanbouw was, want we hebben dit huis speciaal voor onze jongens gebouwd, omdat we wouden dat ze in een mooie groene omgeving op konden groeien. En gelukkig heeft Joris wel aan zijn vader kunnen vertellen van waar hij wou dat zijn spulletjes kwamen te staan in het huis. Dus dat hebben we zoveel mogelijk toch naar zijn idee in kunnen richten. Dit is de kamer van Jasper, onze oudste zoon. Die is 9,5 geworden. Jasper had dezelfde hartaandoening als Joris. Daar kwamen we ongeveer 3,5 jaar later achter. Na het overlijden van Joris heeft Jasper een ICD gekregen. En Jasper gebruikte wat medicatie in de hoop dat dat hem zou beschermen. Maar helaas vorig jaar augustus, aan het eind van een barbecue die heel leuk was en waar hij heel energiek was, zouden we naar huis gaan en hij loopt tussen de auto's en valt. En bij Jasper gebeurt precies hetzelfde als wat er bij Joris gebeurt. Zijn leven stopt van het een op het andere moment. En ja, dan heb je in één keer niks meer. Deze kamers voel je eigenlijk overal om je heen alsof de jongens er gewoon nog zijn. Hun speelgoed ligt er nog, hun kleren liggen er nog, hun spulletjes zijn er nog. Dus eigenlijk heb je het idee dat ze zo binnen kunnen komen. Wat je vooral mist van je kinderen, de gezelligheid van kinderen. Twee jongens is een beetje stoeien met elkaar, eigenwijs zijn, niet luisteren. Hoe vaak je niet denkt van ik plak ze achter het behang. Ja, nu mis je dat heel erg. Er wordt niet meer gespeeld op de telefoons en op de tablets. En ze maken geen ruzie meer om wie er op de nieuwe tablet mag of op de oude. En de rommel waar je normaal gesproken over struikelt, ja, dat ligt er ook niet meer. Het enige wat je nu nog kan doen is je herinneringen koesteren en zorgen dat je het niet vergeet. Hoe kan dat nou dat je het ene moment zo gelukkig bent en ja, alles hebt wat je hart begeert. Een prachtig huis, twee prachtige jongens en ja, het andere moment heb je gewoon helemaal niks meer. Daar kan je niks bij voorstellen. Dat is zo raar. Ja, het overlijden van de jongens heeft een dusdanig zware impact op de relatie tussen mij en hun vader gehad dat we ja, helaas daar samen niet mee verder kunnen. En het huis is gewoon veel te groot voor mij alleen. Dus we hebben het verkocht en ik ben nu op zoek naar een nieuwe woning. Maar we hebben wel afgesproken dat ik beide kinderkamers meeneem en dat ook in het nieuwe huis de jongens allebei weer een eigen kamer krijgen. Omdat we ja, naar hun spulletjes toe kunnen en ja, hun aanwezigheid goed om ons heen kunnen voelen. Op het ene moment denk je van ja, waar doe ik het allemaal nog voor? Van ja, als het morgen afgelopen is, is het ook goed. Maar je hebt ook zoiets van ja, maar die jongens die liggen ergens op een plekje en er moet ook iemand zijn die naar dat plekje omkijkt. En het laatste wat de jongens gewild hadden, dat was dat wij als ouders het bijltje erbij neer zouden gooien. Op een gegeven moment zal er een nieuw doel in mijn leven moeten komen en wat dat precies gaat zijn, weet ik nog niet. Dus ja, misschien moet ik me op de een of andere manier op goede doelen of zoiets gaan richten en dan kijken dat je daar op een gegeven moment weer voldoening uit haalt.